Met verhaal gaat het beter. Ik spreek willekeurige bezoekers hier van Bibliotheek Lokhal. En het enige wat ik eigenlijk van ze weet is hun voornaam. Guillermo. What brought you to Tilburg? Well, I mainly came to Tilburg to study. Yeah. So I came here 2 years ago. 2 years ago? Yeah. From which country? From Colombia. Aha. Yeah, very far. Yeah. And then, yeah, I came here to do my pre-master first, and then I studied the master. Mm-hmm. Mm-hmm. How would you describe your home country? Well, it's a mix of many different things. We have, almost, I would say, like, really different environments. So from desert to the Amazon, yeah, to sea, the Caribbean Sea and the Pacific. So it's a mix of many, many different things. Yeah, What is the baddest thing about your country? Well, I would say right now and throughout the history, the corruption. Mm-hmm. Yeah. Like right now, it's really, really, really bad. Have you any experience with that? Yeah. Yeah? Can you give an example? Well, for me, when I was studying at the university back there, I was really excited to do an internship abroad. Then I applied to the Ministry of Foreign Affairs, which is, of course, the government. And I went to the consulate, General Consulate of Colombia, in one of the consulates in the US. And then for me, it was really shocking that the General Consul there, didn't even speak English. You know, it's such an important person, and yeah. I was an intern, and I was just translating everything for him because he didn't know. He was from Colombia. Yeah. And he was an ambassador. Yeah, kind of. What is the corruption about that? Well, that the incompetent people just go to these positions, like really important, without not knowing even the language. Yeah, because he paid for it or something like that. No, it's just some favors up to the general government. You know. With the elections, and it really shocked me, like, to work in the public sector. Yeah. So, and it's just an example, but everything works just like that. Yeah. If we talk about Colombia these days, in this region of Brabant, it's also associated with drugs. Oh, yeah. Yeah. Is it a drugs country? No, I would say, like, right now, it's not. Well, it has been decreasing. Right now, I would say it's not that. Of course, in the news still, you can hear like people. The experts from Colombia are coming to Brabant to explain how to make the chemical drugs. Yeah, I just heard like some weeks ago, like they found a huge laboratory of cocaine. Yeah, and most of them were from Colombia. Yeah. But I feel like here they think like. Everything there is like full of drugs and like, but no, not really. No. Talk about the beautiful things of Colombia. If you can present it here to our audience, what would you say about Colombia, about the country, the most beautiful features, aspects of the country? The people, especially, really welcoming, really friendly. Yeah. The food is amazing. The weather. Yeah. The weather. So, we don't have. Like any seasons, but the weather is really good, like overall. Yeah, the landscapes are, the mountains, everything looks really nice. I would say the music, most of the Latin music comes from there nowadays. Yeah. So it's really just the environment, the parties are amazing. And then, But that's amazing. It's amazing. Yeah. So the most amazing thing is that you choose for Tilburg. How is that possible? That's the first question when I came here. All of my Dutch colleagues were asking me like why did you come here? What did you say? Well, for me, like I always wanted to go and explore different countries and like since when I was really young. Yeah. And then I always wanted to come to Europe to study. So I thought the Netherlands would be a good choice. Okay. And then, the uni just happened to be here. So why not?
So you choose one of the smallest countries in the world. Yeah. Then you choose a town like Tilburg, not for Amsterdam, not The Hague, not Utrecht, but Tilburg. Yeah, but it was mainly because the ranking of the uni and the program. Yeah, because my other choice was Groningen. Mm-hmm. But yeah, it's just too far from everything else. Yeah. So why not Tilburg? Okay. What was the first thing you were surprised of when you came to Tilburg? How strange was it for you? Well, I just came through Eindhoven. So for me, it was really shocking to see all the bike lanes, like really perfectly made, and the streets, it was like perfect. So it was like too perfect for me. Okay. That was shocking, but like, apart from that, I don't know, the food perhaps. Shocking? Yeah, like there is nothing like really. Yeah, I mean, of course, you guys have like typical food, but like, it's not like you go to a restaurant like, the Dutch restaurant. No, not really, right? No. What did you study, or what are you studying? I just finished my master's in international management. Oh yeah, international management. What's that, international management? It's also a mix of everything. Yeah. So we have classes of finance, marketing, accountancy. So it's just a little bit of everything. So now you are an international manager or what? Yeah, basically. Yeah, but connected to what? What are you managing, or what are you going to manage, or what is your future? I have some experience with an export managing company, and that's why I just came to study a little bit more on that. Mm-hmm. So I'm. And in a stage now where I'm looking to all the possibilities. So here maybe, in the Netherlands, exactly. Or worldwide? Yeah, also worldwide, but mainly here, because I'm also gonna apply for the orientation year, which is like 1 year after your graduation, so that you can have for look for a job or. Okay. So I'm doing that right now, just finishing to adjust my CV to Dutch standards and these kind of things. Yeah. So I'm quite excited for the new chapter. So. Yeah. Are you positive or optimistic? Yeah, or? I'm very optimistic. Yeah. Despite all this crisis, I feel like more and more new opportunities are coming back. So. Like what? Like new vacancies in the job market. So. Very optimistic. I mean, of course, we have to be real, but in the coming future, I think we already had like the worst days in the past. So, it's and I feel like this country is recovering really fast. So there's no intention to go back home immediately. No, I mean right now I cannot go back because the airport is still closed. Oh, so right. I would love to visit, of course, but. Yeah, I cannot just go back right now. Okay, what is your ideal job? How does it look like? Yeah, maybe export manager or, Of what? What are you exporting then? Well, the company I'm working for still, they export like processed food. Okay, are you still working? Yeah, part-time. As an export manager? Well, basically. Yeah. So yeah, they export processed food from US to Latin America. Okay. Yeah. Okay. And how will the rest of your life look like? Well, I always seen myself with, perhaps family. Yeah, with my job and, traveling. That's more like really in the future, like 10 years. But for now, I just want to travel and discover new things. What kind of new things? I don't know, like meet different people, experiences, things that I haven't done yet. Like, I don't know. Like? Like what? I don't know, trying different food, like places. Yeah. Okay. Well, I wish you a very successful life.
No, thank you very much. Okay, thank you. Dag Jikke. Wat een bijzondere naam. Waar komt die vandaan? Waar? Uit Friesland. Uit Friesland? Ja, maar ik zelf kom gewoon uit Tilburg. Je komt gewoon zelf uit Tilburg? Ja. Okay. Je hebt een voorliefde voor... Ja, wat is het voor groen eigenlijk? Ja, een beetje alle kleuren groen eigenlijk wel. Alle kleuren? Hoe komt dat? Ja, ik weet niet zo goed. Nee? Ineens hou je van de natuur? Ik denk dat ik veel groen in mijn kledingkast had. Ja, ook wel. Ja. Groen en blauw... zijn wel terugkerende kleuren in mijn leven. Oh, oké. Okay. In je leven? Vertel eens over je leven. Oh, mijn leven? Ja. Oh, dat is wel een lastige vraag. Ja, maar vertel er eens over. Een paar jaar geleden zat ik op middelbare school. Oké. Okay. Toen heb ik uiteindelijk mijn diploma gehaald, gelukkig. Ja, hoe was dat, die middelbare school? Je hoeft geen naam te noemen van de school, maar wat vond je daarvan? Leuk, maar zwaar. Ja? Ja. Wat was er zwaar aan? Nou, ik deed VWO en... ik had een heel technisch pakket gekozen. Oh. Ja, toen bleek dat ik helemaal niet zo technisch ben. En waarom kies je dan een technisch pakket? Ja, omdat ik het wel heel leuk vond. Maar als dan de resultaten dalen, dan gaat het plezier ook een beetje weg. Ja. Dus toen kwam ik heel vaak hier in de lokaal om hier te studeren. Dus zat ik vaak tot 10 uur s'avonds wel hier. Zo. Nou, mijn diploma gehaald, gelukkig. Toen heb ik het tussenjaar genomen en nu ben ik sinds een week weer aan het studeren. Oh, oké. Okay. Dat tussenjaar, dat intrigeert me. Want je dacht van, heerlijk, een jaar niks doen. Ja. Is dat ook zo gegaan? In principe was het mijn idee om aan het begin van mijn tussenjaar te gaan werken. Was toch niet zo mooi weer als een beetje herfst, winter natuurlijk. En dan zou ik in de lente en in de zomer gaan reizen. Ach ja, tuurlijk. En toen kwam daar corona. Ja. Dus uiteindelijk heb ik... mijn hele tussenjaar gewerkt. In de zomervakantie heb ik gelukkig wel wat gereisd. Op vakantie geweest naar Frankrijk en naar Duitsland. Dus ik heb niks te klagen. Maar, wat voor werk heb je gedaan? Ik werkte op de administratie bij Fontys. Oh. Ja. Hoe was dat? Leuk. Heel erg bijzonder eigenlijk wel. Ja. Wat was er bijzonder aan? Nou, ik kwam daar binnen via mijn moeder. Die werkt daar al 25 jaar. Meer zelfs. Ik zat er eigenlijk maar een maandje weg om een beetje op de achtergrond te helpen. Toen werd ik teruggevraagd. En toen mocht ik samen met mijn moeder in één team gaan werken. Ach. En dat is wel bijzonder. Ja. Want je werkt niet zo snel samen met je ouders. Nee. Dus ik zat ook echt op haar plek, als zij er niet was. Dus dat heeft me wel veel geleerd over haar, maar ook over mezelf. Is die relatie daardoor veranderd? Nou, ik vind het wel bijzonder dat ik haar ken op een professionele manier. En, want zo had je haar nog nooit gezien. Nee, precies. En ik denk dat we wel beter kunnen samenwerken nu. Want we zijn allebei best wel... Ja, we weten wat we willen en dat komt niet altijd overeen. En dat moest je dan aan de kant zetten. Want je kan daar geen probleem van gaan maken. Want je bent moeder en dochter, dus valt nog meer op. En dat vond ik wel heel erg gaaf om te zien dat lukte eigenlijk. Ja. Welke kwaliteit van je moeder... zag je opeens die je eigenlijk helemaal niet kende? Nee, het viel me nog meer op dat ze echt heel nauwkeurig is. Mm. En als ze ergens voor gaat, dan gaat ze er echt 100% voor. Ja. Ja. Dus ze zal nooit half werk leven. Nee. En jij? Ik ook niet. Nee, dat heb je van je moeder. Ik heb dat heel erg van mijn moeder. Ik ben best wel perfectionist. Ja. Ik hou er gewoon van als dingen goed gebeuren. Dus ja, dan kan ik daar ook wel hard voor werken. Ja. Ja. Wat was nou het moeilijkste moment in je leven tot nu toe? Ja, er zijn wel veel dingen gebeurd, privé bij mij, waar ik veel last van heb gehad. Of nog steeds wel heb, ja. Een vriendin van mij heeft een ongeluk gehad, auto-ongeluk. Ze heeft gelukkig overleefd. Maar zo ben ik wel heel anders gaan nadenken over het leven. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Ja. Wat was de verandering in dat denken? Ja, meer gewoon met de dag leven en genieten van andere dingen. Ja. Gewoon, je gaat kleinere dingen waarderen. Ja, het is een beetje cliché om te zeggen. Oh. Maar ik ben ook wel verstandiger geworden daardoor, denk ik. Oh ja? Ja. Was je onverstandig? Nee, ik ben altijd al verstandig geweest. Maar nu ben ik er heel bewust van. Okay. Dat vooral. Ja. Ja. Want verandert je gedrag dan ook, hè? Want je zegt, ja, mijn denken is veranderd, hè? Mijn kijk op het leven is daardoor beïnvloed. Maar ben je ook andere dingen gaan doen, bijvoorbeeld? Ja, het zit best wel in kleine dingen. Bijvoorbeeld eerst
kon ik wel eens een nummer of zo doorspoelen op mijn telefoon als ik op de fiets zat. Nu doe ik dat niet. Gewoon mijn telefoon blijft in mijn broekzak. Oh, op zo'n zou ik nooit meer. Ook al is het maar een kleine handeling, dat doe ik gewoon niet. Want het ongeluk is gebeurd? Ja, zij was aan het oversteken en toen kwam er een auto aan. Ja. Ze was op haar telefoon aan het kijken? Nee. Oh, dat niet? Het zit in een klein hoekje in ongeluk. Ja, ja. Dus gewoon opletten. Ja, ja. Ik heb er ook een hekel aan als mensen dat niet doen. Ja, gewoon om je heen kijken als je in het verkeer in ieder geval je bevindt. Nee, dat heb ik inderdaad wel geleerd. En probeer mensen daar ook wel alert op te maken. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, zeg ik gewoon een beetje iets brutaals op de fiets of zo. Als ik voorrang heb of zo, ik zie dat iemand niet kijkt, dan zeg ik er wel iets van. Maar je gaat niet vloeken of zo? Of, nee, ik blijf wel netjes. Oh, je blijft wel netjes. Maar gewoon niet zeggen, dat voelt al heel brutaal. Ja, ja. Normaal ja. Hou je toch eigenlijk wel je mond. Hmm. Maar als ik moet uitwijken dan. Ja. Duurde zo'n tussenjaar, hè? Dat duurt natuurlijk een jaar. Je bent gaan werken. Duurde dat tussenjaar langer dan je had gedacht? Nee, het was echt zo voorbij. Het was zo voorbij? Ja. Nou, ik vond mijn werk heel leuk. Kon ook best wel veel werken. En een vriend van mij had ook een tussenjaar. Dus ja, onze ritmes lagen best wel goed bij elkaar. Ze konden veel leuke dingen doen en... Ja, dan gaat het eigenlijk best wel snel. Ja, nou, ik kan je één ding zeggen. Het leven in zijn algemeenheid gaat snel, hè? Ja, ja. Ja. Kan dat niet wat langzamer? Dat zou voor mij wel mogen af en toe. Ja. Ja. Ja, ja. O, ouwe, je wordt hoe sneller het gaat, heb ik het idee, hoor. Oh, dat belooft nog wat. Ja, dat belooft nog wat, ja. Er zit nergens eigenlijk een rem op. Althans, zo voelt dat. Althans, bij mij, hoor. Hey, want je bent weer naar school gegaan. Wat ben je gaan studeren? Ik doe de leraaropleiding Nederlands. Oh. Ja. Oh, interessant. Zeker. Ja, want wat wil je ermee gaan doen? Er zijn Nederlands worden. Oh ja? Ja. Ja. Dat die er nog zijn. Zijn er veel studenten? Ja, meer dan andere jaren. Maar we zijn met één klas, dus nog steeds niet heel veel. Dus nog niet met de benen buiten, zeg maar. Nee, precies. Nee. Je favoriete Nederlandse schrijver? Ja, ik heb niet per se iets met schrijvers. Het zijn vaak echt boeken die blijven hangen. Een schrijver, ik vind... Het heel lastig om een schrijver te vinden waarvan ik alles leuk vind. Oké, nou noem dan een boek wat je heel veel gedaan heeft. Oh, een schitterend gebrek van Arthur Chopin. Vond ik wel erg mooi. Een schitterend gebrek, ja. Ja, dat is toch wel een beetje historisch geschreven. En ik vond het wel een heel bijzonder perspectief. Ja, ja. Nog eentje? Joe Speedboat, gewoon een leuk boek. Tommy Wieringa. Ja. Ja, wat vond je daar zo mooi aan? Ik vond het heel bijzonder hoe hij omging met zijn beperkingen. Dat vond ik wel mooi om te zien en dat hij toch wel ver kwam daarmee. Ja. Ja. En ze zeggen wel eens dat een goede roman, hè? Daar lees je eigenlijk jezelf in terug. Hè? Oh ja. Hè? Dus als je zo'n boek leest, denk je, het gaat eigenlijk, oh ja, ja zo, dat heb ik ook. Of dat gaat over mij, dit boek. Hè? Ja, je moet wel altijd iets in terugzien en jezelf een beetje erin herkennen. Ja, maar, wat zag je dan terug? Leer je er ook iets van. Ja. En wat zag je terug in Joe's Speedboat? Ja, toch wel een beetje dat avontuurlijke of zo. En hij was ook wel, had een beetje een vurig karakter af en toe. Ik denk dat ik dat ook wel heb. Dat heb je ook? Ja. Ja, dat soms. Kan, dat kan. Dus dat lees je dan. Dan denk je, nou, dit gaat over mij. Ja, in sommige opzichten natuurlijk. Maar het gaat niet specifiek over mij. Ik vind het leuk om ook sowieso leuk om over andere mensen te lezen. Om andere invalshoeken te zien. Mm-hmm. Dat vind ik ook heel leerzaam. Ja. Schrijf je zelf ook? Nee. Nee? Nee. Geen enkele ambitie in? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Oh. Niet eens een dagboek of zo. Nee? Nee, waarom kies je dan Nederlands? Hè? Dat vind ik intrigerend. Nou, ik vind het wel een belangrijk vak. En, het is natuurlijk een kernvak op de middelbare school. Iedereen moet het hebben. En er is het kort aan. Dus de docent sprak me eigenlijk wel aan. En ik wilde eigenlijk iets kunst en cultuur. Maar dat is best wel een onzekere... daar heb je niet echt baangarantie bij. Bij docent Nederlands zeker wel. En toen ging ik daar naar kijken. En eigenlijk is het ook een heel cultureel vak natuurlijk. Ja, zeker. Je leert heel veel over geschiedenis, over literatuurgeschiedenis. Het is wel belangrijk dat het Nederlands goed blijft. Dat het op niveau blijft. Ja, dus je hebt ook nog een soort idealistische doelstelling. Ja, zeker. Ja. Het is gewoon, iedereen moet het is belangrijk. Iedereen moet het hebben. Ja.
Maar je had het over die baan, hè? Maar nou zeggen ze ook, je moet je hart volgen. Hè? Ja. Hè? En op de middelbare school ga je allerlei technische vakken doen. Hè? Dan kom je erachter, nou, ik ben helemaal niet technisch. Ja. Heb je nu je hart gevolgd? Of heb je die baan die in het verschiet misschien ligt gevolgd? Eigenlijk kwam ik er heel toevallig bij. En ja, toen sprak het me zo erg aan. En toen zag ik eigenlijk dat het van alles wat ik wilde iets had. En waar schrijft dat toeval is? Was dat een moment? Of? Ja, ik ging naar de open dag. Ik ging naar een andere opleiding kijken. En daar vond ik helemaal niks. En toen dacht ik, laat ik ook eens langs Nederlands lopen. En toen kreeg ik eigenlijk een heel interessant gesprek met een aantal docenten en studenten. En toen zette dat wel, dat zette me aan het denken, ja. Ja, en wat dacht je toen? Ja, ik weet niet, het sprak me gewoon echt heel erg aan. Wat sprak je aan? Ja. Ja. Gewoon die verschillende elementen. Het is niet zo'n saai vak als veel mensen denken. Mensen denken toch al gauw van, oh, Nederlands, moeten we weer naar die les. En gaat iedereen een beetje kletsen. En dat op de achtergrond, ja, je ligt keiveel. En het is, je hebt het bij alles nodig. Letterlijk bij alles. Ja. Ja. Hé, de eerste week zit er nou op, hè? Ja. Ja. En? Is het meegevallen of tegengevallen? Meegevallen. Ja, gelukkig wel. Okay, ja. Want hoe gaat het in coronatijd? Kom je wel naar het instituut? Ga je wel naar school? Ja, ik mag 1 keer in de 2 weken naar school. 1 dagje. Zo weinig? Ja, ontzettend weinig. De rest is online. Doen ze het? Hoe doen ze het, die docenten, online? Ja, best wel goed. Alleen je merkt wel dat het heel lastig is. Want je bent minder in gesprek met de docenten. De docenten zijn aan het vertellen en je is toch niet zo makkelijk om een vraag te stellen. Die zijn aan het vertellen. Dan moet je toch die microfoon aanzetten en iemand echt onderbreken. Maar het is toch wel een beetje interactief, hoop ik? Ja, maar wel minder dan in de les. Ah, ja. Het is veel moeilijker. Ja. Maar het is wel... Maar wat viel dan mee? Want ik bedoel, 1 keer... Je bent 1 dag nu naar school geweest? Ja, de rest is online. En de rest is online. Dus over 2 weken mag je weer 1 dag? Ja. Ja. En wat viel dan toch mee? De vakken vooral. Okay. Ik kreeg bijvoorbeeld mythologie. En ik hou wel heel veel van kunstgeschiedenis en een beetje de nabije geschiedenis. Maar ja, echt de Grieken en de Romeinen, dat... Daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen, dat is zo lang geleden en dan interesseert het me niet zo. Maar dat heb je toch ook al op de middelbare school gehad, neem ik aan? Ja, ik heb, zodra ik geschiedenis kon laten vallen, heb ik dat gedaan. Oh. Ja. Een Neerlandicus die niet van geschiedenis houdt? Nee, ik hou gewoon niet van van het vak geschiedenis echt. Ik was er ook niet zo goed in. Gewoon die manier van toetsen en zo. Wat is er moeilijk aan geschiedenis? Ik heb niet echt een tijdslijn in mijn hoofd. Dus... Oh. Alles komt heel erg door elkaar bij mij. En dat is niet handig met geschiedenis. Want je moet wel weten wanneer het gebeurd is. Maar loopt het allemaal door elkaar als jij met het vak geschiedenis bezig bent? Of als je met je eigen leven bezig bent? Dat alles alleen door elkaar... met geschiedenis. Oh. Bij mezelf kan ik het gelukkig wel onthouden. Ik dacht dat het misschien ook in je eigen leven alles door elkaar liep. Nee, maar je behandelt alles ook door elkaar. En in mijn hoofd komt het dan nooit meer op een goede volgorde terecht. Oké. Okay. Ja. Nou... Ik vind dat heel bijzonder. Dat is alleen bij geschiedenis. Ja, probeer nog even... Ja, die interesse is er niet bij geschiedenis. Dus dan ga ik er ook niet echt... Je gaat er niet echt voor zitten dan? Ik kan die motivatie dan lastig vinden. Terwijl ik heb ook kunstgeschiedenis gehad. Ja. Daar ging het dan een stuk beter, want dat vond ik interessant. En daar kon ik me meer bij voorstellen gewoon. Ja, maar ze zeggen ook altijd dat van de geschiedenis kan je veel leren. Ja, dat klopt. Kan ik ook nog veel van leren. Dus. Ja, nou wie weet komt het dan nog. Ja, ik hoop het. Oké, okay. Nou Jikke, ik vond het fijn om je even gesproken te hebben. Yes. En succes met de studie. Dankjewel. Ja.